Mark zit al 30 jaar bij de overheid en heeft 3 boeken geschreven. Dit is het laatste boek, Tegenspraak graag. Mark, welke DG ben je allemaal geweest? Nou, we hebben met elkaar afgesproken dat het wel goed is dat je soms op meerdere plekken bij de overheid werkt. En die kennis weer meeneemt. En dat merk ik ook wat ik nu doe. Ik mag bezig zijn met alles wat vernieuwing in het vervoer is. Ja, en daar komt er heel veel telecom-innovatie en heel veel verandering in voort. Wat heb je de afgelopen 2 jaar gedaan? Nou, daar kon ik onder andere combineren waar jij net naar vroeg. Van ik ben als DG met energie bezig geweest. De duurzaamheid van de mobiliteit zit nu in mijn opgave. Dat heeft het regeerakkoord ook prachtig geformuleerd. En we moeten ook slimmere oplossingen vinden. Nou, laat ik nou ook nog DG ICT en telecom zijn geweest. Daar kennen we elkaar nog van uit die tijd. En die kennis neem ik mee, want we kunnen het nu hebben over zelfrijdende auto's, over het platoenen van trucks, het intelligentere oplossing vinden in de wereld van openbaar vervoer. Ja, dus met mobiliteit komt eigenlijk alles tezamen. Wat heb je de afgelopen 2 jaar als DG Mobiliteit gedaan? Wat is jouw richting geweest? Nou, wat we met de collega's, maar vooral ook met zowel de vorige minister van Staatssecretaris als met de nieuwe hebben gedaan en doen, hoe kunnen we veel beter een mobiliteitsbrede antwoord geven? Dus we zijn eigenlijk altijd heel druk met de auto of de trein. Maar we weten met elkaar dat uiteindelijk voor een reiziger is het vooral interessant. Ik moet van A naar B. Nou, wat je bijvoorbeeld ziet, de stations zijn aanzienlijk verbeterd. Je ziet nu dat er fietsenstallingen geweldig worden uitgebreid. Zeker ook bij de wat grotere steden of universiteitssteden. En je krijgt een gecombineerde aanbod van fiets en trein. En als je dat ook met 1 kaartje kan afrekenen en ook je plek reserveren. Maar ook het parkeren van auto's. Ja. Nou, wat ik bij wonen heb gedaan is kijken, kunnen we wat meer verdicht gaan wonen? Want we hebben relatief ruimtegebrek en geconcentreerd wonen. Ja, dat betekent iets dat je niet overal kan parkeren. En dan kom je bij deelauto's. En we willen het ook nog schoon hebben. Dus elektrisch rijden is een plus. Nou, dat zijn we op dit moment aan het doen. Dus dan krijg je uiteindelijk als reiziger de keuze van je hoeft niet te reizen. Je kan thuis werken. Tot en met je kan een auto delen of je kan met een elektrische auto veel makkelijker van A naar B. En de energie die je voor de auto nodig hebt, die kun je s'avonds weer terugleiden naar je huis. Alles komt gewoon tezamen. Je hebt ook alles van EZ die met elektrisch rijden te maken heeft, zit nu ook gewoon zo, maar bij M&I. Dus dat is ook wat meer geïntegreerd. Ja, het heet Infra en Waterstaat tegenwoordig, dus het is tegenwoordig IME. Maar jullie veranderen de naam van het ministerie sneller dan ik het kan bijhouden. Nou, dat doen wij niet. Dat is bij de formatie afgesproken. Maar ja. Nee, we werken samen met EZ en dat blijven we doen. Of met EZK, want klimaat zit erbij. Ja. Want we hebben afgesproken, klimaat zit wel bij EZK. Maar voor mobiliteit moeten wij zorgen dat we de bijdrage leveren aan de verdunning of reductie van CO2. Nou, dat is een flinke opgave, daar hoort elektrisch rijden bij. En daarom hebben we ook afgesproken met de collega's van EZK. Laat het dan hier gecombineerd zitten. Ja. Om dan weer te zorgen dat we die reductie van CO2, want ongeveer 20% van de CO2-uitstoot zit in de wereld van mobiliteit, zit vooral op de weg. En dan is gewoon gewenst dat je elektrisch gaat rijden. En dat zit gelukkig ook in het regeerakkoord. Ja, dus die deelauto's zijn nu echt opportun om nu te gaan doen. En over een aantal jaar gaan we naar die zelfrijdende auto's. En dan gaat het weer een factor sterker. En dat zit ook bij jou, geloof ik. Nadenken daarover. Ja, nou, we zijn in 2016 ook als Nederland in de Europese arena bezig geweest om dat hoog op de agenda te zetten. Dus we hebben in ieder geval ook, dat zag je ook laatst in een rapport, hoe staat Nederland ervoor op dit terrein? Stonden we echt op 1. En dat heeft alles te maken met de mindset van de mensen die dat aan het doen zijn. De acceptatiegraad, maar ook onze infra levert. Maar je begint natuurlijk wel op de plekken waar dat het makkelijkste kan. Dus op een snelweg. Dus in Brabant zijn we met de Smartway bezig. Met een aantal partijen zoals de provincie en met marktpartijen. En dan maak je het geleidelijk aan groter. Ja. Ik heb het idee dat je in een fase zit dat er minder gepraat wordt, maar meer gedaan wordt. Wat zijn de organisatorische veranderingen die je hebt doorgevoerd? Dat dingen dus enerzijds bij andere ministeries zaten of bij Rijkswaterstaat. Wat doe je om op een gegeven moment door te pakken dat je meer kunt doen? Ja, er waren meer vragen in één, maar ik zal er een paar proberen. Kijk, we hebben tegen de collega's van Rijkswaterstaat, laten we het samen gaan doen. Dus nu zijn we samen in 1 team dat doen. We hebben tegen EZK gezegd, oké, zullen we dat combineren, die krachten die jullie hebben? Maar dat doen we ook met marktpartijen. Dus met Talking Traffic zijn we al bezig met 40 marktpartijen. Te zorgen dat de communicatie tussen de auto en de weg aanzienlijk verbetert. Dus een stoplicht wat reageert op een naderende auto. Dat is stap 1. En stap 2 is dat je daarmee ook zo teruggaat in je snelheid. Dat je uiteindelijk energie bespaart. Maar het mooie is natuurlijk de volgende stap. Dat die auto's met elkaar communiceren. Zodat je geen stoplicht meer nodig hebt. Nou, dat moet je echt met marktpartijen doen. Ja. Dus het doen zit me vooral dat we met partijen die daar belang bij hebben. Kan overheid zijn, kan mede-overheid zijn, kan markt zijn, maar ook gebruikers. En dan zit daar de volgende fase in van het
het beter laten functioneren. Ja. Nou heb jij bij sommige partijen, die zijn ontzettend internationaal. Hè? Dus ja. Alle autofabrikanten en zeg maar softwareleveranciers, die zijn ontzettend internationaal. Sommige als onderzoeksinstellingen, die zijn lekker lokaal. Hoe krijg je nou die internationale organisaties, die kunnen overal heen. Die kunnen naar Engeland gaan, die kunnen op naar plekken gaan waar meer geëxperimenteerd kan worden. En waar meer budget voor beschikbaar is. Hoe krijg je die geïnteresseerd in Nederland? Wat wij kunnen aanbieden is dat onze organisaties, overheidsorganisaties, bijvoorbeeld een reisdienst voor het wegverkeer die toegang geeft tot jouw favoriete auto, die doet het hier voor heel Europa. Dus het is interessant om hiermee te praten. De acceptatiegraad, dat weten we ook uit het internetbereik, is in Nederland gewoon hoog. Dus ons aanbod is niet dat wij de beste contractpartner altijd zijn, maar wel dat we goed zijn in kennis, een overheid hebben die ook meedenkt in de oplossing, soms daar zelfs een voortouw neemt. Dus in Talking Traffic zitten lokale bedrijven, of nationale bedrijven, maar ook internationale bedrijven. En die moeten echt hun best doen om de deal te krijgen in Nederland. Want het zijn soms Nederlandse partijen die dat iets slimmer doen. Maar we hebben ze allebei. Oké. Okay. Over 4 jaar, waar staan we dan nu in Nederland? Nou, dan zijn we een stap verder, Vincent. Ja, maar wat is er dan op een gegeven moment van het hele gebeuren rondom bijvoorbeeld elektrisch rijden of rondom die zelfsturing, zeg maar, van daar zit nu grote ontwikkelingen in. Daar moeten we nu op voorschotteren. Van waar staan we over 4 jaar? Nou, het kabinet heeft met zichzelf al gesproken, we gaan op weg naar nieuwe auto's en elektrisch. Maar dat is iets verder dan die 4 jaar waar je over hebt. Dus wat wij nu aan het doen zijn, gewoon waar kunnen we al die beweging zo inzetten dat het heel aantrekkelijk wordt om elektrisch te gaan rijden. Nou, dat kan zijn in de late infrastructuur, dat kan zijn in de voorwaarden die we maken. Dat kan zijn in de parkeerplekken die je anders niet meer krijgt. Dus de bedoeling is dat we over 4 jaar vele malen verder zijn in zelfrijdende concepten, in elektrisch rijden, in schonere oplossingen. En dan moet het uiteindelijk over 4 jaar een mooi verhaal zijn wat we dan vertellen wat gelukt is. Dankjewel, Mark.